Ja, het belangrijkste natuurlijk de 3 punten, maar op een gegeven moment is de wedstrijd gespeeld bij de 3-0. En, ja, weet je dat je niet meer zo natuurlijk al je taak moet blijven uitvoeren en hard werken, maar je weet dat je misschien iets gas terug kunt nemen en niet zoveel te lopen en te rennen en gewoon simpel vanuit je taak spelen. Dan, ja, dan is het toch wel wat makkelijker naar dinsdag toe. Ja, dit kan een hele lastige wedstrijd zijn. Nou, de wedstrijd heeft 10 minuten geduurd. Ja, Cammy begon inderdaad nog wel agressief, vond ik. En, ja, daarna kregen we al meteen de penalty en de rode kaart. En ja, dan 1-0, 2-0 en dan 3-0 en is het gespeeld. Ja. Ja, eigenlijk een heerlijk potje voetbal zo. Ja, inderdaad. Het is wel lekker voetballen zo tegen 10 man. We speelden het steeds goed uit, vonden de vrije man, wisselen van kant. En, ja, dat is positief. Ja, de eerste uitoverwinning, daar kunnen we ook een streep doorzetten achter dat eventuele trauma. Ja, dat trauma wordt gewoon door jullie gemaakt in de media, maar wij waren er helemaal niet mee bezig. Was je er wel mee bezig dat je een basisplek hebt in de fase van PSV, dat het nu allemaal belangrijker gaat worden, Champions League, noem het allemaal maar op, dat je je stempel kon drukken? Nee, ik weet niet of ik een vaste basisplek heb. Ik weet, Adam was vandaag geblesseerd, ik weet niet hoe er dinsdag voor staat, maar mocht het zijn dat hij er dinsdag weer bij kan zijn, dan is het gewoon weer even afwachten. Mocht het niet zo zijn, dan hoop ik dat ik weer in de basis mag starten. Ja. Ben je tevreden hoe het ging, hoe je je rol vervulde vandaag? Ja, inderdaad. Ja. Kijk, het was niet zo, ik moet zeggen, niet makkelijk, maar ja, ook niet zo moeilijk tegen 10 man. Ik was constant de vrije man om het spel te verdedigen, dus dan is het wel ietsjes makkelijker, maar je moet het toch maar even doen. Ja, nou heb ik al heel veel wedstrijden gezien en bij mij gaat toch maar het een beetje sneller kloppen als ik weet dat de Champions League gaat beginnen, dat Manchester United op bezoek komt. Hoe moet dat voor jou wel niet zijn? Ja, dat wordt de eerste Champions League wedstrijd en ja, iedereen in de groep kijkt thuis tegen United om te beginnen. Dus voor de fans wordt het smullen en voor ons wordt het hard werk. Ja, noem eens wat elementen dat het zo bijzonder maakt. Is het de tegenstander? Is het de Champions League hymne? Ja, ook het liedje vooraf wat je altijd hoort. En de tegenstander natuurlijk. De logo's die je op je shirt hebt. Overal de sponsors. De Champions League bal natuurlijk. En je speelt tegen gewoon een van de beste ploegen van Europa. En het is gewoon mooi om te zien en om te kijken waar wij staan en hoe wij ons kunnen meten tegen Man U. Ja, dat is dinsdag. Nu zijn we nog even met de Eredivisie bezig. Tot slot, bonuspunten dat Ajax punten verspeeld heeft vanavond? Ja, inderdaad. We stonden toch wat punten achter op Ajax. Dus we lopen er nu wat 2 in. Dus dat is helemaal mooi. Op naar de Champions League hymne. Inderdaad.